Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Tegenwoordig staan varkenswangetjes terecht bekend als ware delicatessen, maar dat is niet altijd zo geweest. En hoe komt dat dan nu terug wel het geval is? Dat gaat Luc, de slager, mij uitleggen hier in zijn gigantisch atelier. Luc, varkenswangetjes. Vroeger aten we dat niet, dat was niet populair. Nee, inderdaad. Hoe is dat veranderd? Heb je dat gemerkt? Bij de bienhouwers wel. Hè. Interne keuken, dat was zo. We gaan eens de varkenswangetjes bijhouden en we gaan ze voor onszelf klaarmaken. Ah, ja. Natuurlijk, de Jeroen Meuse van deze wereld en de Piet Huizentruiten van deze wereld, die zijn dat dan populair gaan maken op tv. En dat hebben wij echt wel gemerkt. En dan ga je ineens zo de vraag van kilo's, kilo's, kilo's. Ik moet dat hebben. Ik moet dat hebben en we gaan dat klaarmaken. Terecht. Ja, terecht, zalig. Terecht. Van smaak is dat ongelooflijk. Hoe komt dat eigenlijk? Ah, wel, als je gaat in de binnenkant kijken en hier zie je die is ingesneden, dan zie je allemaal van die kleine vetweefsels pezekjes lopen. Dat is een heel stugge spier. Dat is niet heel een dag in beweging. Ja. He, dat smakt, dat eet, dat doet van alles. Door, ja. Een hele dag door. En die kleine pezekjes, daar zit de smaak eigenlijk in. Als we dat gaan bakken gewoon, dat gaat niet, want dat is veel te taai. Dus je moet dat stoven. En door het feit dat je dat gaat stoven, gaat eigenlijk die kleine pezekjes die gaan zich omzetten in een soort van gelatine. En dan krijg je zo wat die moyeu in een varkenswangetje. Ja, ja. Dat... En dat is de oorzaak die dat lekkere smaak... En dat sappig houdt. En dat sappig houdt in dat wangetje. Kun je er zo een keer in en uit halen? Gaan we doen, hè. Zodat ik kan leren hoe je dat doet. We gaan zien dat we onder het vel al een beetje zitten. Want dat zit er ook een beetje onder. Ja, dat gaat wel ver. Tot op dat kaakbeen. En dan maken we dat eigenlijk los. Zie je dat? En nu heb ik er eigenlijk los op dat kaakbeen. Krijg ik die er mooi uit. Nul verspilling bij u. Nul. Nee, mag niet, hè. Dat beest is geboren met kop en poten. Ik heb dat al eens gezegd. Moeten we dat zien dat we er iets mee doen, hè. En nu is ons wangetje, dat hebben we eruit gehaald. En dat zit dan eigenlijk nog aan de andere kant. Maar dat mag even goed mee, want dat hoort ook bij dat wangetje. Ja, ja. Laat een keer zien, Luc, hoe dat nu verder moet. Wel, even af dat vlies eraf halen. En waarom moet dat eraf? Als we dat eraan laten en je gaat dat klaarmaken, hè, dan gaat die pees, dat is eigenlijk een pees, dan gaat die samentrekken. En dan gaat dat stuk vervormen. Ja, ja, ja. In feite gaat dat zo... Dat wordt zo iets krammakkelijks. Zo. Ja, ja, ja. En zo er maar twee op een heel varken. Ja. En als we ze zouden wegen, zouden verschieten hoeveel dat dan maar is. Kijk, zalig. Hè? Dikke merci om mij te laten zien hoe je zo'n varkenswangetje uit een kop haalt. Want ik had dat eigenlijk totaal anders gezien. Ik moet nu terug naar de keuken, want mijn gerecht staat te pruttelen. Succes, man. Merci. Dank je wel.